We staan hier vandaag bij RWZI Almelo, oftewel rioolwaterzuiveringinstallatie Almelo. En wat gebeurt hier nou? Dat vragen wij aan de vrijwilligers. Maar ik kan jou wel vast vertellen, er gebeurt heel veel met uitwerpselen en ook die van jou. Maar wat doen ze ermee en wat wordt het? Daar gaan we even een kijkje naar nemen. Als wij er niet zouden zijn, dan blijft alle poep en plas en alle andere vuiligheid, die blijft in de straten. Dus dan krijgen we meteen een enorm probleem. Dus wat gebeurt er hier? Wij zuiveren wat er in het water terechtkomt, in de riolering terechtkomt. Dat hier op de zuivering zorgen we dat schoon genoeg wordt, omdat het terug kan de natuur in. Een paar uur tot anderhalve dag nadat u wat gedeponeerd heeft in de wc, komt het hier aan bij de zuivering. En dan is er eigenlijk een volledig biologisch proces om al die viezigheid er weer uit te halen. Dus dat betekent dat we laten bezinken. Dus er zakt wat naar de bodem en er komt wat naar boven. Vervolgens wat daar vandaan komt, daar halen we de vieze dingen uit. Daar halen we, of tenminste, alles wat groter is dan een dopertje, halen we eruit. En daarna is eigenlijk het meeste werk gebeurd door bacteriën. Bacteriën die vinden lekker wat wij aan poep en pies in het riool gooien. En zij zorgen ervoor dat dat verwerkt wordt. En wat zij dan zeg maar overlaten, daar kan zelfs energie uitgehaald worden. Wat heb je nou nodig om deze plek hier te laten runnen? Wat heb je nodig? Nou, je hebt nodig het vuile water. Je hebt nodig de installaties. En je hebt nodig de bacteriën. Maar de bacteriën zijn eigenlijk onze grootste medewerkers. Dus die zorgen ervoor dat ons water op een bacteriologische manier helemaal wordt schoongegeten. En de apparatuur die ervoor nodig is om in stapjes het water zuiver te maken. Het zijn allemaal draaiende machines. Er komt vuil water in, dus water vanuit het riool. Maar ook als iemand bijvoorbeeld zijn sleutels verliest. Of die verliest zijn mobiele telefoon. Het valt in het putje. En als het in het putje valt, komt het in het riool terecht. Het draait 24-7. De mensen die hier werken, die zie je niet op de zuivering lopen meestal. Maar die hebben een computer. Of ze zitten hier achter in een controlekamer. Of ze hebben thuis een gebeuren als ze thuis zitten. Dan hebben ze een laptop en dan kunnen ze gewoon het hele proces volgen. Het water wat hier vandaan komt, stroomt weer terug naar beken, kanalen, rivieren en uiteindelijk het IJsselmeer. En het IJsselmeer is als een hele grote opvangbassin waar we het water in opslaan. En in droge tijden, zomers, dan gebruiken we daar ook weer van. Dat wordt dan teruggevoerd naar ons gebied toe. En dan kan daar weer gebruik van gemaakt worden. Ik denk dat niet veel mensen het beseffen. Maar zonder deze plek zou het leven er een stuk onaangenamer uitzien. Nou, we hebben dus geleerd hoe belangrijk het hier is bij de zuiveringinstallatie. Want zonder zouden dus overal een heleboel uitwerpselen liggen. En nou, daar wordt niemand vrolijk van. Maar ook zonder deze installatie zouden dus een stuk minder kwaliteit wegen liggen in Almelo. En eigenlijk in de hele wereld. En ook een stuk minder stroom zijn. Dus het stinkt misschien een beetje, maar het is wel nodig.